Albert de Nieuwtjes. Ja, Frans Bauer. Nou, je kan inmiddels beter zeggen Frans Baler, hè? Frans Baler. Ik zal even uitleggen waarom je lacht, want dat weet je niet, Fiona. Dat komt, hij is de presentator van het programma Bananensplit, hè? Nou, wat is er dus feitelijk aan de hand? Dat programma, dat scoort dus altijd 3 miljoen kijkers. Maar er is gefraudeerd. Dus een uitglijder voor Frans Baler. Ja. Lachen. Maar Albert, leg eens uit aan, hoe zit het dan eigenlijk precies? Ja, nou, er was een Frans Bauer-fan en die werkt bij de afdeling kijkcijfers. Ik kan beter zeggen werkte, want die wordt onmiddellijk ontslagen. Gefraudeerd kan niet. Net als Frans overigens bij de Tros. Lachen man. En speciaal voor Edjo Boulevard maakte Frans tijd om even te reageren. Frans, vertel. Ja, dat is... Ja, ik wil even zeggen dat dit natuurlijk heel erg pijnlijk is voor Mariska, voor Frans en voor de kinderen, hè, Fiona? Albert, het is werkelijk waar. Het is ongelooflijk vervelend en een ongelooflijke teleurstelling. Het is enorm jammer, maar vooral ook voor Victor en Rolf. Die hadden net besloten de pakken uit te delen aan Frans Bauer, maar ook aan het hele gezin en de kinderen, ook de kleintjes, in hetzelfde pak enig. Maar goed, anyway, het zit zo dat Mariska Bauer, die zou gesponsord worden door Prada en Gucci, sieraden, jassen, je weet wel, alles erop en eraan. Dat gaat nu ook niet door. Het is een enorme teleurstelling en blamage op zich. Lola Blendick had ook bedacht, schoenen misschien voor haar, die heb ik ook aan het doen. Ontzettend zeer. Die gedragen door Kate Moss, maar die zijn 3 maanden te klein. Maar dat geeft natuurlijk niet. Want Doet Kroes heeft ze overigens ook gedragen op een catwalk. Maar die show die was van Mark Visser. Maar die catwalk die was namelijk ontworpen door Piet Bomen. Die was veel te glas. En iedereen ging onderuit. Het was werkelijk een hele toestand. Maar... Ja. Heb ik nog tijd voor nieuwe nieuwtjes? Oh, wat een